Dag iedereen, hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Pony Connect TV, de vierde al ondertussen. Ik heb geen idee hoe lang we hier nog mee gaan doorgaan, maar ondertussen amuseren we ons met de ponies trainen en met filmpjes maken. Maar het zou natuurlijk veel toffer zijn moesten er terug wat meer kindjes te zien zijn op Pony Connect. Nu, ik hoop dat ik jullie toch een beetje hiermee kan bezighouden en dat ik jullie wat lessen kan bijgeven op deze manier. Dat jullie er iets van leren van de filmpjes. En als je vragen hebt, moet je het natuurlijk altijd sturen. In dit filmpje zien jullie meer van de training van Finley, waar ik 2 weken geleden mee begonnen ben. Deze week ga ik ook al wat meer rijden met haar zonder hoofdstel of touwhalster. Zodat jullie al meer de link kunnen zien naar hoe dat jullie rijden in de lessen en waar dat kan werken. Zodat ze een goede lespony is. En je ziet ook een paar kleine fragmentjes van Condor die bereden wordt en Romy die de massage krijgt en dan nog een paar ponies op wandeling. Veel kijkplezier zou ik zeggen en tot de volgende. Dag! We beginnen met Finley op dag 1. Ik heb vorige week een viertal dagen met Finley gewerkt en ik heb verder gewerkt op de training van 2 weken geleden. Voor diegenen die dat nog niet gezien hebben, jullie kunnen terugkijken naar Pony Connect TV aflevering 2. Daar leg ik zoal wat uit wat de problemen zijn met Finley en waar ik vooral aan gewerkt heb met haar. Dus Finley is een Iers ponytje van ongeveer 11 jaar oud, dacht ik. En haar horsenality, voor de Parelli mensen onder jullie, zij is nogal right brain extrovert, wat wil zeggen dat ze eerder schrikachtig is en vooral extrovert, dus eerder goed vooruit. Ze zal, als ze iets niet goed weet of als ze de oplossing niet weet, zal ze eerder sneller gaan dan trager gaan. Je hebt ook paarden die gewoon stilstaan en eerder wat koppiger van aard zijn, dat zijn dan meer de left brain paarden, maar zij is eerder right brain, dus schrikachtig en goed vooruit. Ze heeft tamelijk wat spanning in haar lichaam, dus waar ik vooral aan werk bij haar is de ontspanning en de rust vinden in de oefeningen. Ik begin altijd met grondwerk eerst en zoals jullie eerst zagen met het vriendschapsspelletje of de friendly game. Waarbij dat ik wil dat ze vooral ook mijn persoonlijke ruimte respecteert. Ik leer haar ook om wat te luisteren naar mijn hulpen en als ze, dat ze gehoorzaam is, als ik vraag om achteruit te gaan, dat ze achteruit gaat, als ik vraag om de cirkel te gaan, dat ze op de cirkel gaat. Dus ik werk vooraleer dat ik ga rijden eerst even aan de gehoorzaamheid en de responsiviteit van Finley. Je ziet dat ik hier een aantal balken gelegd heb. Dat is een leuke oefening voor wie wat inspiratie zoekt en dus iets anders wil met zijn paard. Zeker goed voor paarden die eerder right brain zijn en eigenlijk soms rap zouden zichzelf zot draaien of niet genoeg nadenken als ze veel lopen of als ze op de cirkel stappen. Dus doordat die balkjes er liggen, moet ze eigenlijk constant kijken waar ze loopt. Ze moet blijven nadenken. Het is een soort van puzzel die ze moet oplossen en heel de tijd kijken van oké, hoe kom ik uit? Hoe stap ik nu naar die balken? Hoe ga ik zorgen dat ik er niet overstap? Je ziet dat Finley denkt, balken is rapper gaan. Dus ik moest daar al van in het begin wel wat tegenhouden, want ze dacht, jeeha, ik mag koersen. Dat is dus het extravert kantje dat ik zei. Op de achtergrond ziet je ondertussen de 2 mannen aan het vechten, Black en Condor. Vechten slash spelen. Dus een dagelijkse bezigheid ongeveer. Finley mest ook heel veel, dat was de vorige keer ook al te zien, dat is nu nog niet verbeterd. Ik
Ik weet niet wat dat ooit gaat verbeteren ook. Dat is op zich gewoon een eigenschap van haar. Ze is sowieso wel wat stressgevoelig. Dus tijdens de trainingen, zowel op de grond als bij het rijden, mest ze wel regelmatig een keer. Nu gaat ze er in galop over. Dan is het een uitdaging om ervoor te zorgen... Allee, ik heb er een uitdaging van gemaakt om te zoeken naar... maar ik denk niet dat het allemaal op het filmpje staat nu, om te kijken van, kun je 3 passen tussen elke balk doen? Dus dat is bijvoorbeeld iets heel leuk voor mensen die wat inspiratie zoeken. Bij Finley ben ik daar nu nog niet te streng op, omdat ik nog heel erg moet werken aan haar ontspanning. Dus dan kan ik nog niet zo strikt zijn op het aantal juiste passen. Maar zeker bij paarden die helemaal oké zijn en ontspannen zijn, is dat wel leuk om dan te gaan schakelen met, oké, hoeveel passen kan ik ertussen zetten? Kan ik de passen verruimen, verkleinen? Dus, en dat kun je ook aanpassen natuurlijk, van ja, loopt mijn paard in het midden van de balk, over de balk, of loopt hij helemaal de ene kant of helemaal de andere kant. En dan gaat je het aantal passen aanpassen natuurlijk. Nu zit ik er al terug op. En zoals dat je ziet, begin ik ook hier met de friendly game, dus het vriendschapsspelletje. Ik ben aan het rijden met Bit nu, met Finley. De eerste dag van de week heb ik met Bit gereden vorige week. De tweede dag ook, maar daar heb ik geen filmpje van. En dan de derde en de vierde dag heb ik met touwalster gereden. Dus de meeste van onze paarden worden in de lessen op touwalster gereden. Zeker in de beginlessen, niveau 1, niveau 2 lessen. Pas naar de hogere levels toe gaan we gaan rijden met Bit. Nu, ik doe het een beetje omgekeerd met Finley, omdat ik haar eigenlijk wil leren om in die niveau 1 en niveau 2 lessen goed te lopen. Zonder dat ze haar lichaam helemaal verkeerd gebruikt, leer ik haar eigenlijk eerst op het Bit goed ontspannen, omdat ik dan meer te zeggen heb tegen haar. En dan ga ik geleidelijk aan opbouwen naar halster. Dus het is eigenlijk iets wat een omgekeerde manier van trainen. Het is niet dat ik dat bij elk paard zou doen, maar zeker bij paardjes die heel veel spanning hebben, die nogal right brain zijn, doe ik het eigenlijk op die manier. Zeker bij paarden die al getraind zijn. Nu, als ik paardenzadel mak maak, dan begin ik sowieso altijd op halster en ga ik pas na een jaar of zo met Bit gaan rijden, of na een half jaar. Maar paarden die al getraind zijn, die een Bit altijd gewend zijn, daarbij is het eigenlijk wel makkelijker om eerst op Bit te rijden. Eerst te beginnen met hetgeen dat ze kennen en dan te gaan opbouwen naar, oké, waar willen we naartoe? We willen naar touwalster, uiteindelijk zelfs helemaal zonder iets. Maar als ik nu met Finley helemaal zonder iets zou gaan rijden en op nekstring zou rijden, dan weet ik zeker dat ze gewoon ervan door zou lopen, dat ze helemaal scheef zou lopen en dat ik er eigenlijk niet veel over te zeggen heb. Dus ik wil eerst dat ze goed luistert op mijn zitten en benen, met als extra hulpmiddel het Bit, om duidelijk te vragen wat ik wil. En pas als ik voel dat ze goed reageert op mijn zitten en benen, kan ik gaan overgaan naar een touwalster. Je ziet dat ik nu die puzzel van op de grond ga doortrekken naar het rijden, eerst in draf. Ik wil vooral ook hier werken aan ontspanning, dus ik ben nog niet zo nauw aan het kijken van waar loopt ze, waar zet ze haar voeten. Maar ik wil eerder dat ze gewoon zo rap mogelijk ontspant. Eerst heb ik dat over de balkjes gedaan, daarna rond de balkjes. Nu, hoe zie ik dat ze ontspant? Aan een aantal dingen. 1, dat ze niet meer met haar staart zwiept. 2, dat ze haar hoofd zakt. 3, dat ze ook minder snel loopt. Ik voel dat natuurlijk ook aan mijn teugels. Als ik heel veel spanning op mijn teugels voel, dan weet ik sowieso van oké, ze is gespannen, ze wil sneller, sneller, sneller. Als ik voel van oké, ze zakt naar beneden, ik kan mijn teugels losser laten en ze blijven daar rustig tempo behouden, dan weet ik dat ze ontspannen is. Die staart die zie ik natuurlijk niet als ik erop zit, maar die kunnen jullie wel goed zien op het filmpje. De eerste dag heb ik nog geen galop gedaan. Maar op de tweede dag wel. Daar heb ik dus geen filmpje van. En dit is nu een filmpje van de derde dag. Daar heb ik een ander patroontje gelegd met balken. Deze keer 3 balken. Het is sowieso ook zeer gymnastiserend. Zeker op deze manier als ze eigenlijk een aantal cavalettis moet nemen. In de Pony Connect TV aflevering 3 van vorige week kunnen jullie dat ook zien bij Condor. En nu gebruik ik dat ook bij Finley. Dus je ziet dat ze hier nog een beetje met haar hoofd in de lucht loopt, maar ze gaat geleidelijk aan gaan zakken. Nu gaat ze er wel nog een stap over. Hup, nog een keer mesten. Ik ga haar niet gaan opjagen als ze mest, maar ik heb liever niet dat ze stilvalt. Dus ik vraag haar zachtjes door. Hier is ze nog een beetje emotioneel, dus ze moet eigenlijk echt leren kijken, leren ontspannen en gewoon rustig in hetzelfde tempo over die balkjes lopen. Het is natuurlijk ook mijn taak om een beetje te zoeken van waar loopt ze goed, waar komen haar passen goed uit.
zodat ik het haar niet te moeilijk maak. Dit was al beter. Ja, dat is ook al beter. Voilà. En dan beloon ik haar natuurlijk vanaf dat ik zie dat er een verbetering is. Daarom moet het zeker nog niet perfect zijn, maar gewoon een verbetering is al fijn om te belonen. En natuurlijk doe ik hetzelfde op de andere kant. Kijk, je ziet dat ze dit in stap eigenlijk echt wel goed doet. Ze loopt daar mooi ontspannen over, net alsof dat er daar niet zou liggen. Ze moet alleen haar benen een beetje opheffen. Wat natuurlijk goed is voor te gymnastiseren en om haar rug wel los te maken. Dus eigenlijk een heel nuttige oefening. En ook natuurlijk om te kijken waar ze loopt, zodat ze bezig blijft en niet gewoon blindelings cirkeltjes gaat lopen en niet nadenkt. Zodat ik wat varieer in het patroon, maak ik het voor haar wat interessanter en ga ik haar wat meer uitdagen. Ik bereid haar eerst altijd voor op de grond, zodat ze het kan zien op de grond. Zeker met Finley, omdat dat een paardje is dat ik nog niet zo goed ken, dat ik nog niet zo heel veel mee gereden heb. En dat ik dus niet goed weet hoe dat ik haar kan inschatten. Dan ga ik erop stappen. En heel belangrijk hier wat dat jullie zien bij het opstappen, is dat ik altijd gewoon eerst erop ga zitten en eventjes blijf zitten. Ik ga niet direct gaan stappen, zelfs al denkt Finley direct aan stappen. Nee, ik wil eerst dat ze gewoon ontspant, dat ze weet van oké, iemand op mijn rug wil niet altijd direct zeggen stappen, stappen, stappen. Maar gewoon ontspanning en het is gewoon fijn dat er iemand op mijn rug zit en dan krijg ik rust. Pas als ik voel dat ze goed ontspannen is, dan ga ik vooruit in stap. En natuurlijk ga ik daar ook eerst en vooral direct gaan werken aan die ontspanning. Dus in stap zie je dat ze hier echt al heel mooi begint te ontspannen. Met een hele mooie losse teugel. Dus ik rij haar hier op touwhalster zoals dat je ziet. Ik rij haar mooi naar beneden en ze gaat vanzelf ook al veel meer naar beneden. Ik ben ondertussen ook aan het aaien met mijn benen. En ze gaat al heel snel naar beneden. Dus als jullie zouden terugkijken naar de aflevering van 2 weken geleden, dan zou je gezien dat dat eigenlijk wel echt een gigantisch verschil is. Dus ik ben heel blij dat onze communicatie al op elkaar aan het afstemmen is, dat we al meer begrijpen wat dat we bedoelen. Dat ik haar meer kan aanvoelen, dat zij mij meer kan aanvoelen. Ik voel wat zij nodig heeft om te ontspannen, zij voelt wat ik wil vragen van haar. En het paard bepaalt natuurlijk altijd het tempo. Ik heb wel een aantal oefeningen in mijn hoofd en een aantal plannen in mijn hoofd. Vandaar wil ik aan werken. Maar hoe snel dat ik door een bepaalde oefening kan gaan, dat hangt af van hoe snel dat zij iets oppakt. Dus de ruiter heeft het plan, het paard bepaalt de timeline. Of de planning, zeg maar. En zo vorm je samen mooi een team. Zo werkt je samen naar een doel toe. En als je natuurlijk als mens het idee hebt van oké, mijn doel, ik heb een bepaalde deadline, ik heb een bepaald plan. Oei, hier kwamen haar voeten niet helemaal mooi uit. En je voelt dat je er niet raakt omdat je paard te traag gaat, ja, dan kun je 2 dingen doen. Ofwel stelt je doel uit en verplant je het naar een latere keer. Ofwel gaat je gewoon meer gaan trainen. Nu, het moeilijke is dat ik met Finley niet echt een heel concreet plan heb van tegen dan moest ze dit of dat kunnen. Ik heb geen wedstrijden met haar gepland. Ik heb geen concrete acties met haar gepland. Moest ik weten wanneer de coronacrisis voorbij zou zijn, dan zou ik wel een concreet doel al hebben om te zeggen van oké, tegen dat de lessen terug beginnen wil ik dat ze mooi ontspannen op halster loopt. Dat zit sowieso wel een beetje in mijn hoofd, maar ik weet natuurlijk niet wanneer de crisis gaat gedaan zijn. En het is ook geen ramp als het nog niet perfect kent tegen dat de lessen terug beginnen, want ik kan dan natuurlijk wat doortrainen. Vanaf het moment dat de lessen terug beginnen. Maar het zou wel fijn zijn moest ze toch enigszins wel een begrip hebben van wat dat de bedoeling is tegen dat de lessen terug beginnen. Het is iets dat ik eigenlijk in het begin me daar nog niet genoeg op getraind heb. Ik heb er dan af en toe tussendoor wel eens mee gereden, maar de ponytraining blijft soms een beetje achter bij ons. En dat is wel een heikel punt bij Pony Connect. We gaan daar in de toekomst sowieso meer aandacht aan besteden. Dus op dat vlak is het voor ons dus goed om nu even die pauzeknop te hebben en eens goed na te denken van hoe pakken we die ponytraining aan, hoe kunnen we dat verdelen met ons team. Dus het is dus goed om eens na te denken over de basics. Kijk, hier zie je dat ze al heel mooi ontspant. Dus dat vind ik echt heerlijk als ze zo mooi relaxed loopt.
Want zo weet je dat het paard nergens zijn spieren te veel opspant, dat ze nergens vastzit, dat ze nergens spanningen opbouwt, maar dat ze juist eigenlijk enorm aan het ontspannen is en dat ze aan het loskomen is. Voilà. Ze loopt ook heel mooi over de balkjes nu. En dan gaan we dat natuurlijk gaan opbouwen naar draf. Mijn houding is op zich niet altijd helemaal perfect, dat weet ik zeker. We zitten ook in een trainingsfase waarbij dat ik vooral wel ervoor zorg dat ik mijn evenwicht hou op het paard, dat ik haar niet stoor met mijn zit. En dat ik de juiste druk op haar teugels hou. Hier ben ik aan het aaien met mijn benen. Dus het is logisch dat ze wat zwiept met haar staart, want ze vindt dat niet zo fijn. Dus ik probeer vooral goed te doen voor wat mijn paard nodig heeft. Maar daardoor zien mijn armen er soms niet altijd even netjes uit. Of zitten mijn handen niet altijd op de juiste plaats. Maar ik probeer vooral te zorgen dat het paard de juiste druk op het halster krijgt, dat ik op het juiste moment druk geef, op het juiste moment loslaat. Dat is soms echt wel millimeterwerk. Waardoor ik niet altijd rap direct mijn juiste houding kan aannemen, maar dat ik het belangrijker vind dat ik het juiste doe voor het paard, dan dat zo nou steekt of dat mijn ellebogen nu juist goed zitten of niet. Of dat mijn armen gesloten zijn of niet. Ik probeer vooral niet te veel naar voren te leunen met dit soort paarden. Paardjes die snel zijn, als je dan nog meer naar voren gaat leunen, dan gaan ze eigenlijk alleen nog maar de neiging hebben om rapper en rapper te lopen. Nu, het moeilijke is met dit soort paardjes dat ze soms zelf heel erg naar voren gooien. Dus dat je heel bewust daarvan moet zijn. Dus je ziet het bij mij soms wel een beetje, dat ik toch met mijn schouders, met mijn hoofd wat naar voren ga leunen. Het is gewoon omdat Finley zo'n vooruit paardje is, dat ze mij eigenlijk vanzelf soms wat naar voren en ook naar buiten zwiert. Dat zag je nu net in de bocht heel mooi. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat ik eigenlijk mooi naar het midden kan leunen. En dat ik mooi recht zit op mijn paard. Kijk, hier zag je eigenlijk heel mooi als je dat terugspoelt en vertraagt, dat ik eigenlijk wel wat naar buiten leun hier ook. Dus dat moet nog wel verfijnen. Nu, het probleem is als ik dat te veel zou doen bij Finley en ineens helemaal naar binnen zou zitten, dan zou ze misschien te scheef lopen of zou ze zelfs de neiging hebben om wat scheef te vallen. En dat willen we natuurlijk ook niet. Dus dat is iets heel geleidelijk aan dat we moeten opbouwen. Dus er is nog veel werk aan. We hebben nog een lange weg te gaan, Finley en ik. Maar het is work in progress. En op zich vind ik dat ze hier eigenlijk al wel heel netjes loopt. Dat ze al heel goed haar best doet. Zeker de eerste keer op touwhalster sinds zo lang geleden. Dus ze doet haar best heel goed. Je ziet dat ik over de balken probeer van een beetje verlichte zit aan te nemen. Niet zo heel erg, het is niet zo heel belangrijk. Maar toch probeer ik het voor haar ietsje lichter en makkelijker te maken. Dat ik mij wat ga rechtstellen boven de balken. Voilà. Zodat voor haar toch minder lastig is. Dan gaan we over naar galop. Ook hier ziet je, ik heb mijn teugels eigenlijk een beetje te lang, waardoor dat mijn ellebogen wat achter mijn lichaam uitkomen. Maar dat zijn op zich kleinigheidjes. Het is belangrijker dat ik haar het juiste gevoel geef, dat ik haar een gevoel van ontspanning geef. En dat we aan de relatie werken nu, dus dat we aan de connectie werken. Een oefening die ik hier aan het tonen ben, is eentje voor Marjolein die dat gevraagd had. Dat is het lichtrijden in galop. Ze hadden dat eens moeten doen op een kamp. En Marjolein wist niet goed meer hoe dat moest. Dus het is nu al gedaan. Nu zit ik weer gewoon terug neer. Maar je kan altijd eens terugspoelen als je het nog eens goed wilt zien. Dus dan ga ik altijd één galoppas recht en één galoppas neer. Dus op, neer, op, neer, op, neer. Een goede oefening voor het evenwicht. Een goede oefening om de passen van je paard te leren voelen. Nu, bij Finley is dat een beetje moeilijk om dat direct te combineren, omdat ik nog zo erg bezig ben aan haar mentale ingesteldheid en haar ontspanning, dat ik haar daar niet direct heel erg veel mee help als ik dat heel veel doe. Maar het is vooral voor de ruiter een heel goede oefening. Je ziet dat ze op zich nog wel vlot doorgalopeert. Daar is ze zelfs een beetje boos met haar hoofd wat schudden.
Maar we gaan geleidelijk aan wel naar beneden en ze is aan het ontspannen. Voilà, beetje bij beetje hebben we wat goede momenten. Dus ik kan niet verwachten dat ze direct gewoon gans de cirkel goed loopt. Nee, dat gaat heel geleidelijk aan. Een paar goede momenten en dat kan je natuurlijk niet zien, maar elke keer dat ik dan voel dat ze een goede poging doet, dan geef ik haar een beetje na. Dus dat is eigenlijk echt een millimeterspel constant van mijn handen, van geven en nemen. Dus constant, op het moment dat ze naar beneden gaat, geef ik haar een beetje mee, zeg ik ja, dat is goed. Op het moment dat ze naar boven komt, ga ik ook druk geven en zeg ik, oh, dat is niet de bedoeling. Dus ik ga eigenlijk constant inspelen op haar en haar signalen geven van dat is hetgeen dat ik wel wil, dat is hetgeen dat ik niet wil. Daar gaan we naartoe, daar gaan we niet naartoe. Zodat ze daarop leert inspelen, dat ze dat leert voelen en dat ze leert een gevoel volgen. Dat ze leert inzien van oké, daar beneden, daar krijg ik ontspanning van mijn ruiten, daar krijg ik minder druk, daar is het leuk. En dat voelt eigenlijk nog eens goed ook, want op zich voelt dat ook wel veel beter voor haar als ze zo ontspannen loopt. Alleen uit zichzelf is ze zo right brain instinctief aan het rennen, dat ze daar niet altijd vanzelf naar op zoek gaat. Kijk, voilà, daar was ze even heel mooi aan het lopen. Dus dan beloon ik haar daarvoor. Natuurlijk doe ik ook hetzelfde de andere kant. Ik heb er heel wat stukjes terug uitgeknipt nu. Want het was een sessie van bijna een uur. Maar ik heb heel veel herhaling gedaan. Vooral heel veel in draf. Omdat ze in draf natuurlijk het meeste spieren ontwikkelen. En het meeste, omdat je het meeste kunt werken in draf aan de details en de verfijning. Maar omdat dat zodanig veel is, heb ik daar natuurlijk wat stukjes van uitgeknipt. Tussendoor sta ik ook dikwijls stil en beloon ik haar, maar dat heb ik er ook uitgeknipt. Kwestie dat een beetje interessant blijft voor jullie om naar te kijken. Maar het is wel belangrijk dat jullie weten dat ik dus eigenlijk niet constant aan het draven en het galopperen ben. Maar dat er dus heel veel afwisseling in de sessies zit. En toch ook veel herhaling door de dagen heen. Dus je ziet dat ik met Finley vooral heel veel cirkels doe ook. Net omdat ze zo'n snel paardje is, ga ik niet direct met haar grote hoefslagen rondrijden. Maar heeft ze eigenlijk heel veel dat cirkelwerk nodig. Ook om haar spieren te ontwikkelen. Heel veel cirkels, heel veel cirkels. Oei, daar was ze uit zichzelf in draf gevallen. Dat was niet de bedoeling, dus ik zet haar terug in galop. En je moet weten dat dat behoorlijk moeilijk was om haar te proberen kalmeren. Ze zetten wel wat druk op het halster. Ze vliegt ook tamelijk wat naar buiten. Op de cirkel, dus dat was echt wel een uitdaging. Waar ik hier dan ook nog even aan gewerkt heb, de laatste oefening van die dag, was buitenstelling op de cirkel. Afgewisseld met binnenstelling. Ze trekt daar wat tegen, ze is daar wel wat kwaad. Ze vindt dat niet helemaal zo fijn. Maar dat is ook een soort van gymnastisering. Werken naar die ontspanning, werken naar die juiste buiging en leren een gevoel volgen ook. Dat ze daar heel erg mee kan spelen met die schouder. Je gaat dat ook zien, normaal volgende week ga ik met Liana wat meer rijden en filmen. Ze is niet meer zo mank momenteel. Liana zit al wat verder gevorderd dan Finley. En bij haar kun je dat ook duidelijk zien, dat ik eigenlijk heel goed met die schouder moet kunnen spelen. Die schouder links, rechts. Kunnen bewegen om eigenlijk een soepel paard te krijgen dat goed zijn spieren onder controle heeft. Voilà, dan doe ik natuurlijk hetzelfde links en rechts. En hier zie je dat ze eigenlijk heel mooi gaat lopen. Voilà, en dan beloon ik haar natuurlijk met een losse teugel. Dus dat is ongeveer een samenvatting van de training de derde dag. Ze schudt dus alle stress en alle dingen van haar nek. En alle spanningen. En we ontspannen. De vierde dag beginnen we terug met de friendly game met de benen. En je ziet dat ze al heel goed weet van oké, dat is helemaal niet erg. Ik ga gewoon mijn hoofd naar beneden doen en dan is het niets. Ik vind het helemaal oké dat er iemand op mijn rug zit te aaien. Dan heb ik de zweep genomen. Oei, dat vond ze wel een beetje eng. Dus ik ben met die zweep echt wel hard aan het zwiepen rondom mijn hoofd. Ze heeft toch de neiging om wat vooruit te lopen, maar ik blijf het gewoon doordoen. Ik zorg dat ik mijn teugels kort genoeg heb, dat ik haar kan tegenhouden. En het moment dat ik voel dat ze wel ontspant, maar dat ze wel doorstapt. Dus ik wil zeker niet dat ze stilvalt ook, want dan kan ze helemaal blokkeren. Maar nu was ze even wat beter aan het doorstappen. Dan ga ik stoppen met aaien met de stick.
De vierde dag heb ik eigenlijk een beetje hetzelfde gedaan als de tweede dag. Dus ik heb ook tamelijk wat stukjes eruit geknipt, maar gewoon om jullie even een overzicht te tonen van wat ik gedaan heb. Heb ik het ook in het filmpje gezet. Dus aaien met de benen, friendly game. Ze is nog wat aan het sweepen met haar staart, maar op zich ziet ze er al behoorlijk ontspannen uit. En dat is natuurlijk heel fijn. Een ontspannen paard is een tevreden paard. En met een ontspannen en tevreden paard kunnen we echt iets opbouwen en kunnen we samenwerken. Een ontspannen paard is ook een paard dat kan leren, dat kan opletten. Paarden die stress hebben, die kunnen niet leren. Dat is met kinderen net hetzelfde. Dus ik wil dat mijn paard ontspannen is en blij is en gelukkig is. Daarvoor zorgen we bij Pony Connect natuurlijk niet alleen door in de lessen en in de training voldoende aandacht te besteden aan die ontspanning, maar ook doordat onze paarden rondlopen in een paddock paradise, dat ze in de weiden lopen, dat ze loopstallen hebben, dat ze in kuddes lopen. Dat zijn allemaal manieren waarop dat we zorgen dat onze ponies gelukkig zijn, dat ze voldoende beweging hebben, dat ze kunnen kiezen of dat ze wel liever alleen staan of in groep staan. En we doen ons best om ervoor te zorgen dat ze ook in een goede conditie staan, dat ze niet te dik staan. Al is dat soms nog wel eens een uitdaging. Maar op die manier proberen we onze ponies dus gelukkig te houden en ervoor te zorgen dat ze zo lang mogelijk tijd bij ons kunnen doorbrengen en de kindjes kunnen helpen in de lessen. Dus hier doe ik terug hetzelfde op de cirkel. Ik zet daar op een grote cirkel en ik laat daar zoveel mogelijk naar die ontspanning toe werken. Mijn teugels zijn altijd zo strak als nodig en zo los als mogelijk. Dus ik wil daar eigenlijk gewoon op losse teugel kunnen rijden, dat is de bedoeling. Maar vanaf dat ik mijn teugels wat te los laat en ze komt terug omhoog. Kijk, nu laat ik ze los, dat is heel goed. Dus nu kan ik mijn teugels loslaten vanaf dat ik ze te los laat en dat ze terug omhoog zou komen. Dan moet ik ze natuurlijk terug opnemen, want dan vraag ik haar terug naar beneden. Maar op deze manier ben ik eigenlijk Finley aan het opbouwen om mooi die houding te behouden. Dus deze houding die ze goed heeft. Mooie buiging, mooie ontspanning. Ook met losse teugel. Daar wil ik vooral naartoe werken met Finley. Dus zonder dat ik haar handje vasthoud, zeg maar. Haar toch leren dat ze gewoon uit zichzelf weet van oké, ik moet ontspannen, ik moet kalmeren en ik moet gewoon zo blijven lopen en dan is alles fijn. Ze moet leren mijn energie aanvoelen, ze moet leren op mijn lichaamstaal reageren. En het feit is als ze dat eens bij mij kent, als we dat dan in de lessen toepassen, dan leert ze dat natuurlijk doortrekken naar de kindjes in de lessen. We werken allemaal wel op dezelfde manier bij Pony Connect. Ieder met zijn eigen dialect natuurlijk, maar we spreken allemaal een beetje dezelfde taal naar de paarden toe. Dus dat is het fijne eraan dat ook de lesgevers dit soort dingen wel meegeven in de lessen. Ieder op zijn niveau natuurlijk en afhankelijk van wie dat waar zit in de lessen. Ik heb gemerkt op deze dag dat Finley tamelijk hard was op het bit. Dat ze niet altijd even goed, op het halster bedoel ik, dat ze niet altijd even goed reageerde op mijn benen. Dus zoals dat jullie misschien weten of niet weten, hou ik al mijn trainingen bij in de app Equilab. Iedereen kan daar ook op meekijken wie dat zin heeft. Die kan mijn trainingen volgen. En ik heb bijgeschreven bij deze dag bij Finley dat ik eigenlijk echt wel de volgende keer nog eens op bit moet rijden. Dus ik ga het moeten afwisselen. Halsterbit in het begin, omdat ik nog niet meteen direct alles kan leren op halster. Maar ik vind het wel fijn dat ze op zich het wel goed deed op het halster. Maar 2 dagen na elkaar was meer dan genoeg en de volgende keer ga ik toch terug naar op bit moeten rijden. Om de fijne communicatie te behouden en om maar duidelijk te blijven maken van oké, mijn benen willen dit zeggen, mijn zit wil dat zeggen. En als ze niet luistert, gebruik ik mijn bit als fase 4 eigenlijk. Mijn halster was daar niet altijd even effectief voor. Kijk, je ziet dat ze hier eigenlijk echt wel heel erg aan het zoeken is. We zijn een klein beetje in een gevecht met momenten. Ik vraag haar vooral om niet te snel te gaan.
om niet helemaal naar buiten te vallen. Ze zou helemaal naar links over haar schouder weglopen, bij wijze van spreken. Maar ik wil vooral dat ze mooi recht blijft, maar het is dus dat ik bedoel. Op het halster was het wat moeilijker om daar heel duidelijk in te zijn, waardoor dat soms wat langer duurt om haar dingen duidelijk te maken. Dus wil ik haar eigenlijk zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk laten ontspannen en het juiste doen. Dan deed ik het beter op bit. Het kan op halster, maar dan duurt het natuurlijk allemaal nog net iets langer. Ondertussen ziet je buiten ook Sienna op Lopke rijden. Dit was een training die we zaterdag gedaan hebben in de piste. Het was de eerste keer dat Sienna op Lopke reed. En voor mij de laatste keer vorige week dat ik op Finley gereden heb. En hier was ze geleidelijk aan toch aan het ontspannen. Kijk, kon ik mijn teugel al ietsje langer laten. Dus dat was super. Wie dat gezien heeft, we hebben ook een Instagram live gedaan vorige week. Heel kort met Finley en Lopke. We doen bijna elke week of zeker elke 2 weken een Instagram live. Dus jullie mogen ons daar gerust volgen. Ilken heeft ook weer met Condor gewerkt vorige week. En ik heb een klein stukje gefilmd van als ze aan het rijden waren. En je ziet ook hier dat Ilke heel erg werkt aan die ontspanning met Condor. Hier loopt hij dus heel netjes. Ilke heeft vooral grondwerk gedaan de voorbije weken. Maar deze week, vorige week heeft ze al wat meer gereden ook. En kijk, zie hoe dat Condor daar heel mooi naar beneden zoekt. Dus zij zit al wel in een verder stadion. Dan Finley. Condor is ook al een iets ervarener paard, is ook een veel introverter paard. Dus voor hem gaat dat wel net iets makkelijker. Maar het is toch een uitdaging omdat hij nog heel veel spieren moet ontwikkelen op zijn rug. En hij heeft ook de neiging van dus af en toe een beetje mank te lopen. Dus het doet hem sowieso ook heel erg deugd. Sienna en Ilke zijn gaan wandelen, dat was een heel kort fragmentje. En Chiara was eventjes bezorgdheid vorige week, want ze was even aan het manken, zoals dat je hier ziet op het filmpje. Tjoek, tjoek, tjoek. Maar gelukkig was de dag daarna over, dus het was even een kleine paniek. Maar het was nergens voor nodig. Tweety is ook op stap gegaan. Met een klein hartje. Maar hij heeft dat heel goed gedaan. Tweety zal de komende weken wat meer door Sienna getraind worden ook. Zoals dat jullie misschien ook gezien hebben in de Instagram live. Dat was de eerste keer. En ze zal er nog wat verder mee aan de slag gaan. Naast het trainen van Whisky. Hier ziet je haar met Whisky een klein beetje in actie. Onder andere over de sprong. Ze maken ondertussen heel grote vorderingen. En ze zijn terug een goed team aan het worden. Voilà. Ook bij het rijden is Sienna wat meer bezig op het recht richten met Whisky. En in de dressuur hem verder laten ontwikkelen, zodat hij goed zijn lichaam gebruikt, zodat hij netjes loopt. En dat doet hem natuurlijk heel erg veel deugd. Geeft Whisky ook een heel goed doel, het geeft hem heel veel gevoel. En het is goed voor zijn conditie en om zijn dikke buik een beetje weg te werken. Hier zijn ze netjes aan het werken op overgangen. Dus overgangen zijn een heel goede oefening voor de bilspieren, de buikspieren en natuurlijk ook voor de gehoorzaamheid te testen en de relatie te verbeteren en op elkaar meter afgestemd te geraken. En ze zijn ook eens gaan wandelen. En het gras bij Pony Connect is altijd het lekkerste. Er is momenteel een paardje op proef voor een nieuwe pensioen-eigenaresse Freya. Het is nog niet zeker of dat Turana gaat blijven, maar zo zien jullie haar toch even. Het is niet Chiara, maar het is dus Turana. Ze is nog tamelijk onrustig hier, maar dat was toen dat ze net aangekomen was. Ondertussen is ze al 3 dagen bij ons en is ze aan het kalmeren. Hier een leuke sleepy Liana, whoop, die aan het dromen is. Als leuke uitsmijter. Bijna uitsmijter, er volgt nog iets. Liana was helemaal ver weg. En Romy was deze week de gelukkige voor een massage van Ilke, een zeer uitgebreide massage. Romy had wel een aantal spanningspunten, onder andere in haar nek zat ze tamelijk vast. Dus het is heel fijn dat Ilke dit wil doen en dus zeker ook heel nuttig als aanvulling op de training die Romy krijgt, zoals jullie al gezien hebben in de andere filmpjes.
Staf en Fons hebben zich ook even uitgeleefd op de ponies. En als afsluiter nog een mooie foto van Romy bij de vijver. Dankjewel voor het kijken. Als er vragen zijn, stel ze gerust. En dankjewel, tot de volgende. Dag.